De conclusies van het rapport van Knupper zijn hard, maar kraakhelder. En dit zijn die kraakheldere conclusies. Bij FC Twente heerst een ongezonde cultuur en onduidelijke structuur. Daarnaast is de KVB twee keer bewust misleid. Twente moet volledig schoonschip maken. Alle bestuurders moeten vertrekken. En de financiële situatie is en blijft zorgelijk. Alle bestuurders moeten dus weg. Op Ton Heerts na, die vanaf de zijlijn toekeek. En vandaag werd duidelijk dat directeur Gerald van der Belt en commissaris Joop de Winter per direct hun functie hebben neergelegd. Commissaris Hein Trebbe en Henny Tenacht doen dit in de loop van de week. Twente is dus op dit moment nagenoeg stuurloos. En samen met interim directeur Onno Jacobs moet stichtingsvoorzitter Hubra nu een nieuw bestuur samenstellen. Naar het oude model: met vijf commissarissen en twee directeuren, met daaronder het managementteam. Over de invulling van die posities werd vandaag nog niets bekend. Wel onderschreef Jacobs de angstcultuur binnen de club. Ik had het gevoel dat mensen enorm uh, uh, ja, laat ik zeggen, gedrild waren. Uh, om vooral zaken te doen zoals ze dat altijd gedaan hebben. En niet mochten afwijken van bestaande paden. Omdat, en dat schrijft Knup ook in zijn rapport. op het moment dat je ja, laat ik maar zeggen, afwijkend gedrag vertoonde. dan was het, het gat van de deur heel dichtbij. En dan met name onder het bewind van deze twee: Aldo en Joop. Van der Laan en Munsterman, grondleggers van het succes. maar inmiddels verguisd in de regio. Veel supporters en sponsors willen dan ook dat de club hen persoonlijk aansprakelijk stelt voor alle puinhoop. Daar wil Jacobs nog niet aan. Waarschijnlijk omdat hij ook nog een financiële regeling moet treffen met Van der Laan en Munsterman, die nog veel geld te goed hebben van de club. Nee, maar dan kom ik terug naar wat ik net gezegd heb. Dat is gewoon veel te vroeg om daarover te oordelen. Het allerbelangrijkste voor deze club is dat wij uh, na 1 mei voortbestaan en dat wij uh, volgend jaar uh, gewoon betaald voetbal hier kunnen spelen. En dat, dat is prioriteit nummer 1.